In zijn tweede huis, de Grolsveste, werd afscheid genomen van de teammanager. Toon Renes, clubman die zich ruim 30 jaar elke dag onbezoldigd inzette voor FC Twente. Na zijn overlijden bleek al snel op social media hoe geliefd hij was bij de voetballers. Ook gisteravond kwamen er veel mensen uit de voetballerij naar Enschede om hun laatste eer te bewijzen. En onder hen ook de Engelse hoogheid Steve McLaren. Oh, Tom was the first man to greet me when I came here, and without him I don't think a championship would be won. He was Mr. Organizer and Mr. Twente. Ja, voor de spelers daar ging hij echt voor door het vuur en die wist hij ook voor zich te winnen op die manier. En natuurlijk hebben we ook wel eens ruzies gehad met Toon en dan was hij ook vaak eigenwijs en nukkig. Maar uiteindelijk houdt iedereen van Toon.